Goedenavond, het is donderdagavond 5 november, iets in de 8 uur. Welkom in de lege de Bali. Bijna helemaal leeg, wat wel toepasselijk is gezien de aard van het gesprek. Want dat zal onder andere gaan over de interne tegenstellingen in het humanisme, waaraan het humanisme, denk ik, als ik mijn gast goed samenvat, te gronde zal gaan. Zoals gebruikelijk in deze serie Grünberg ontmoet, praat ik ongeveer een uur, anderhalf. Misschien wat er nu geen gast in de zaal zit, althans geen mens in de zaal zitten, ietsje langer. Maar zeker niet langer dan tot 10 uur. En u kunt ook nog altijd vragen stellen, alleen niet live dit keer, maar die kunt u per e-mail sturen naar het adres iantemosselman@debali.nl. En als het goed is, ziet u dat adres nu achter mij. U mag ook haatmail sturen, maar ik kan niet garanderen dat die wordt voorgelezen, want er bestaat geen recht om voorgelezen te worden. En voor de goede orde, het is nog niet bekend wie de nieuwe Amerikaanse president wordt, maar Biden staat voor in Nevada en in Georgia, dus de kans is groot dat hij dat wordt. Maar geen excuus om de komende 2 uur ergens anders naar te kijken, want het zal beslist niet officieel worden tussen nu en 10 uur Nederlandse tijd. We hebben afgesproken dat ik je mag tutoyeren, dus ja. Ik ga je nu voorstellen als je het ergens mee oneens bent, sowieso. Interrumpeer me zo vaak en zoveel als je wil. THCW, oftewel Willem Oudemans, is filosoof. Ja, zeg maar Wouter hoor, ik ga gelijk meteen me onderbreken. Wouter, kom dus, ik bij Willem. Wouter Oudemans is filosoof. Hij werkt als bijzonder hoogleraar en hoofddocent wijsbegeerd aan de Universiteit Leiden. En hij verblijft graag buiten de universiteitsmuren, midden in en met de natuur. Oudemans is een Heidegger-specialist. Mag ik dat wel zeggen? Specialist? Nou, liever niet. Nou. Oudemans is geen Heidegger-specialist, maar heeft met enige regelmaat over Heidegger gedoseerd. Hij publiceert onder meer de boeken Echte Filosofie uit 2007, In Natura 2012, Plantaardig Vegetatieve Filosofie 2014 en samen met een vriend, Arnold Heumakers, De Horizon van Buitenveldert, gesprekken over techniek en mediacultuur. En zijn meest recente uitgave, is ook de aanleiding voor dit gesprek, is Moeder Natuur uit 2020. En daarnaast heb je een bestseller geschreven over de intelligentie van bomen, getiteld Plantaardig. Je bent een tijd betrekkelijk intensieve veehouder geweest, heb je me net verteld. Ja. Je hebt koeien gehouden, ja. Vleeskoeien, in de buurt van Enschede. En je hebt een dinosauruspark in Oost-Groningen genaamd Tennax. Dat klopt. En daar kunnen kinderen en volwassenen naartoe in schoolvakanties. Met veel genoegen, ja. Als ze betalen. Als ze betalen. Ja. En ik begreep net, en misschien is dat ook niet helemaal het woord, maar eigenlijk is de mensen van het dinosauruspark in Oost-Groningen weten niet dat je filosoof bent. Maar nee. De meeste filosofen weten wel dat je ook aan dinosaurussen doet. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet. Maar eigenlijk heb je een dubbele leven. Ja. Ja. Nou, dat betreft lijken we op elkaar misschien. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat je van mijn dubbele leven weet, maar laten we dat zeggen dat we op elkaar lijken. Ik doe niets met dinosaurussen, maar wie weet komt daar verandering in als ik jouw park heb gezien. Als voorbereiding op dit gesprek schreef je me, want we hebben ook even ge-e-maild, dat je het belangrijk vond om ernst en vermaak in elkaar te houden en dat een filosofisch gesprek een bepaald soort ernst veronderstelde. Ja. Maar je stuurde me ook een tekst die je geschreven had, waarin je eigenlijk zegt dat het oude uitgangspunt van de filosofie, dat filosoferen toch een dialoog is die je richt tot iemand met wie je bevriend bent. Het humanisme is een brief aan een vriend. Dat en je beroepje onder andere op de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, dat niet meer van deze tijd is. Ja. Dat is dood. Ja. En dan zeg je moet op Lyotard, spreken is vechten. Maar niet echt, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe verhoudt zich dat vechten dan toch tot het idee van een filosofisch gesprek? Laat ik het zo zeggen. Het eerste wat voor mij duidelijk is, dat is dat een filosofisch gesprek een onderwerp heeft. En het onderwerp, dat is de zaak waar die in het midden ligt en waar je omheen draait, zeg maar. En dat heeft iets niet vechterigs om die zaak te laten liggen, laat ik het zo zeggen. Maar daaromheen kun je natuurlijk elkaar best in de haren vliegen. En daar is ook helemaal niks op tegen. Dat is zolang de zaak maar in het geding blijft, daar gaat het eigenlijk om. En tot hoever mag dat in de haren vliegen gaan? Want je zegt ook ergens dat ik schrijf in deze tekst, ik kan filosofisch niet aanvaarden dat oorlog en geweld onschuldig worden door mijn literaire metafysica. Heb ik dat gezegd? Dat staat hier. Dat is een tekst die je mij gestuurd hebt. Mijn metafysica?
De tekst, ik neem aan dat dit echt jouw tekst is. Dit ziet er niet uit als een citaat. In jou, in de tekst die je mij stuurde. Ik kan filosofisch niet aanvaarden dat oorlog en geweld onschuldig worden door mijn literaire metafysica. Ja, nou dat, maar dat moet een citaat zijn. Maar dat geeft verder niet, want dat zou ik zelf nooit zeggen. Maar dat maakt niks uit. Is dat Heraclitus? Ik zie het niet. Het staat niet tussen aanhalingstekens of cursief. Nee, dus het is niet, maar of nou, we gaan onderzoeken of dit van wie dit afkomstig is. Maar het is niet, jij zou het nooit over je literaire metafysica hebben. Nee. En ik zou het ook nooit over metafysica hebben. Althans, ik zou het woord metafysica niet voor mijn eigen manier van spreken in de filosofie aanvaarden. Om de doodeenvoudige reden dat de metafysica datgene is wat zich boven de fysica verheft. Dus dat is eigenlijk het bovenzintuigelijke, Platoonse, wat de zintuigelijke wereld overstijgt. En daar zijn wij nou net niet van, want we zijn van moeder natuur. Dus het woord metafysica, dat zou ik liever niet... Dus je kan nooit het perspectief aannemen van, zeg, de goden als mens. Ook al is het maar voor even. Doen alsof je boven de zaak zweeft. Doen alsof je jezelf bekijkt. Doen alsof je de wereld bekijkt. En die wereld je niet echt aangaat. Nou ja, dat doe je voortdurend. Alleen, filosofie, wat mij betreft... bestaat toch daarin dat je probeert om die neiging om je boven de wereld te verheffen en die zo eens in oogenschouw te nemen, om je daartegen te verzetten. En er wel bij te blijven. Dus de wedstrijd moet wel meegespeeld worden. Zij het deels vanuit de dugout. Maar het is een wedstrijd. Er blijft... het kan niet zonder strijd, nee. Maar... het is natuurlijk ook weer niet zo dat je per se met de ander vecht. Primair vecht een filosoof met zichzelf. Als je zegt het kan niet zonder strijd, bedoel je dat dan ook buiten... Het gesprek niet, filosofie niet. En het leven niet. Het leven niet. Ja. En dat heeft natuurlijk ook hele, hele simpele redenen waarom het niet zonder strijd kan. Kan je die nog even noemen? Misschien komen we er later nog uit vorige over nou te ja, spreken. Dat, het is heel simpel. Op deze wereld heerst schaarste. En als er schaarste is... dan krijgt de een niet hetzelfde als de ander. En als dat zo is, dan zal er dus strijd ontstaan. Maar is dat... zie Hobbes. Dat is ook een beetje het uitgangspunt van de meeste economen, dat economie gaat over schaarste. Maar hoe ver strekt zich die schaarste dan precies uit? Schaarste betekent eigenlijk dat, dat er minder energie op wat voor gebied dan ook voor jou ter beschikking is dan je zou willen hebben. En dat is al heel simpel, ook nog weer Hobbes. Het leven is eigenlijk de poging om alsmaar meer wil en macht te krijgen. En helaas, dat lukt niet. Dat gaat toch teloor. Dus er is sowieso schaarste in je leven. Want er gebeuren dingen die je niet wilt. Maar dat gaat veel verder natuurlijk. Omdat en dat is eigenlijk het allereerste wat te maken heeft met moeder natuur ook. Het allereerste is dat de aarde, voor zover die door mensen te bewonen is, eindig is. En daar komen alsmaar meer mensen bij. En dat is echt het primaire punt met betrekking tot schaarste. Je zegt er gebeuren dingen die je niet wil. Aan het begin van je boek Moeder Natuur heb je het over verval. Ja. En dan schrijf je onder andere... Dit roept de vraag op wat complexiteit en vooruitgang met elkaar te maken hebben. Ja. Complexiteit is complex. Ja. Zij leidt tot vooruitgang, maar ook tot sterven. Tot complicaties, tot complexen. Ja. Als je het hebt over die schaarste wat je dan net zei, is dat verval, dus die vooruitgang, is dat ook wat mede een oorzaak is van die voortdurende schaarste? Dat wij aanzien als vooruitgang eigenlijk ook het tegendeel in zich al draagt, namelijk het verval, het afsterven? Zonder meer. Heel simplistisch gezien... is het zo dat in deze wereld, in dit heelal waarin wij ons bevinden, dat de toestanden waarin er sprake is van chaos,
dat die er veel meer zijn dan de toestanden waarin er sprake is van orde. Dus de tendens tot chaos is gigantisch. Tweede wet van de thermodynamica. En leven is eigenlijk niets anders dan een tijdelijke opschorting van de tendens tot, tot verval. Een tijdelijke opschorting? Een tijdelijke opschorting, want het gebeurt toch. Want als je zoekt naar harmonie en naar vrede, ja, dan ben je al dood. Ja. Zonder strijd zal het niet gaan, want er zal voortdurend een verschil moeten zijn wat je weer probeert te nivelleren. En terwijl je dat probeert, breng je toch je dood weer naderbij. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdgedachte. Je hebt het in het boek ook regelmatig over, of met nadruk over die tweede wet van de thermodynamica. Ja. Die zegt van die ontkennen is in mijn parafrase levensgevaarlijk of getuigt van weinig inzicht in hoe de wereld werkt. Maar wat jij nu zegt, is zeg je eigenlijk ook het zeker het hedendaagse gelijkheidsstreven, dat ideaal, wat misschien nu nog zwaarder en nadrukkelijk aanwezig is dan een paar decennia geleden, ja, is ook een streven naar de dood. Is onvermijdelijk een streven naar de dood. Ja, op het moment dat je naar vrede streeft en het lukt ook en je hebt het bereikt, ja, dan ben je dood. Dus bijvoorbeeld al die mensen die zeggen, en ik ga je ook nog straks vragen, want dat wil ik ook nog vaststellen voor we verder gaan, wat is nu eigenlijk de zaak die tussen ons in ligt. Maar al die mensen die zeggen van, en ik hoor daar tot op zekere hoogte bij, dat het succes van de eenwording, of de op handen zijnde eenwording van Europa, die begon met de Stalin-Kolengemeenschap toen EEG werd en ja, uiteindelijk EU, dat er eigenlijk relatief lange tijd in West-Europa vrede is. Ja. Dat we ons niet meer kunnen voorstellen nu dat Frankrijk en Duitsland soldaten, ja, naar elkaars, ja, grondgebied zullen sturen om met elkaar te vechten. Dat heeft ook een dood. Dat draagt ook bij aan de dood van Europa? Nou, dat draagt in ieder geval bij. Kijk, ik kan niet helemaal voorspellen wat dat allemaal teweeg zal brengen. Wat daar het einde van zal zijn. Maar kijk, één ding is van het allergrootste belang. Maar dat is ook weer een primair filosofisch punt. Het is van het grootste belang dat als iets een organisatie of een organisme is, dan moet het wel zorgen dat het grenzen om zich heen heeft. Half doorlatende grenzen die ervoor zorgen dat de energie die je hebt en waar je van leeft, dat die niet te snel teloor gaat. En of Europa een succes zal blijken te zijn, dat weet ik niet. Omdat ik niet, voor mij is niet duidelijk, maar daar kunnen we het misschien straks ook nog wel over hebben. Voor mij is niet duidelijk wat eigenlijk de begrenzing is van Europa. Wat is nou eigenlijk het differentiële, het vijandige, wat Europa moet onderscheiden van andere machten? En als dat er niet is, dan lopen de Europeanen een risico. Je kunt ook wat je zegt anders formuleren of de vraag anders stellen. Wat is de begrenzing van het humanisme? Ja, wat is de begrenzing van het humanisme? Jij bent deskundig in het humanisme. Dus ik zou niet weten wat die grens is. Ja, de anti-humanist. Je hebt het zelf in je boek over Europa, waarvan je mijn manuscript hebt gestuurd, benoem je dat? Dat het humanisme toch ook weer, ook het humanisme heeft vijanden, ja, nodig. Ja, uiteindelijk heeft, dat is het vervelende natuurlijk, ook degene die denkt geen grenzen te hebben, die denkt het universele mensdom te vertegenwoordigen, die persoon die zal toch weer figuren tegenkomen die het daar niet mee eens zijn. En die, en dan krijg je het grote vraagstuk waar het in heel veel gevallen om zou kunnen gaan. Wanneer, wat betekent het eigenlijk dat iedereen menselijk is, maar dat je toch moet accepteren dat er onmensen zijn of barbaren of weet ik veel. En wat heeft dat voor gevolgen? Is dat de zaak die tussen ons in ligt vanavond? Dat weet ik niet. In een filosofisch gesprek waar we mee begonnen, waar jij ook mij een tekst over stuurde,
Is dan van tevoren al bekend wat die zaak is die tussen het gesprek, deelnemers aan het gesprek ligt? Of nou, dat moeten we het dus over hebben misschien. Ja. Ja. Wat is de zaak die ons bindt? En die, ik denk dat ik daar wel een idee over heb. Ja, maar ik graag dat en dat, dat zou kunnen wezen dat wat ik uit jouw boekje heel erg waardeer, dat is de gedachte aan wat jij dan noemt de ophoudende macht. In jouw boekje, dus Vriend en Vijand, ja, dan heel vaak er wordt er heel veel geciteerd en mensen allemaal genoemd enzovoort. Maar op een gegeven moment zeg jij, ik pleit ervoor om de ophoudende macht serieus te nemen. Dat zeg jij. Ja, zijn boekje. En dat is, dat lijkt mij, want dat heeft natuurlijk alles te maken met wat ik net zei. Helemaal, dat sluit er volstrekt op aan. Nou, dus dat zou misschien het midden kunnen zijn. Ja. Waaromheen wij dan een gezellige vechtpartij organiseren. Ja. Ja, en dan naar het dinosauruspark. Maar het is wel, ik zet in het boekje over Carl Schmitt, die naam zal misschien later nog een keer vallen en duidelijker worden voor mensen die niet weten wie dat is, wie dat was. Dat heeft het over de kategon. Dat is natuurlijk een begrip uit het Nieuwe Testament. Ja. Dus de ophoudende macht die de komst van Christus en de komst van wat in de Openbaring staat tegenhoudt. Ja. En ik denk ook, plus de antichrist. En plus de antichrist. Dat dus is twee keer. Ja. En jij zet in, zoals ik jou de ophoudende macht hoor formuleren, zeg je van het heeft niets met Christus te maken of met welk messianisme dan ook, maar met het tegenhouden van het verval. Ja. Klopt. Nou, dat is maar gauw uitgepraat. Nee, ik zit te denken, want dat kan, ja, dat mag, maar dan zit ik hier alleen. Dat is wat vroeg. Heel kort gesprek. Het kortste filosofische gesprek ooit. Maar hoe moet ik me dan ik begin met een citaat uit je boek over Rousseau en de mechanisch-wetenschappelijke wereld. Ja. 29, want daar zeg je... Parafraseer je Rousseau, dan zeg je, zolang het Newtonianisme heerst, zolang bestaat de romantische reactie ertegen. Ja. De mechanisch-wetenschappelijke wereld wordt ervaren als eenvormig, kil, berekend, verzonken in verveling, onbewoonbaar. Ja. Dus we hebben behoefte, dat zeg je ook, aan meer dan puur het brood alleen, om het zo te zeggen. Nee, ga door. We zijn geen mechaniekjes. Zelfs al beschrijf je ons hier en daar terecht als mechaniekjes. Als... Ja, maar nou, nu moeten we even oppassen dat we niet in een heel stroedel van... begrippen vervallen. Ja, nee, maar ook van misverstanden. Okay. Kijk, wat ik probeer te zeggen, dat is het volgende. Dat, kijk, eigenlijk zijn wij allen wel in zekere zin Newtonianen. Wij geloven... Dat er causaliteit is en dat als je een bal op de grond gooit, dat die ook weer netjes terug zal komen. En ook in de, bijvoorbeeld in de astronomie heb je dat ook. Hè? De mensheid is in staat om op 300 miljoen kilometer afstand op een hemellichaam, om daar een ruimtevaartuig neer te zetten. En die mechanica, dat is dus het universalisme, roept altijd de romantische reactie op. Wat je hierachter ook ziet. Maar wat ik zeg is, dat is allebei eigenlijk bezijden de waarheid. Zowel het Newtonianisme als de romantische tegenhanger ervan. Omdat inmiddels duidelijk is dat er een heel ander soort... wetenschap in opkomst is geraakt, die ook van alles te vertellen heeft over mens zijn, en dat is de thermodynamica. En de thermodynamica die leeft op een totaal andere manier. Om te beginnen is die gewoon stochastisch, dus die leeft met waarschijnlijkheden. En dus vaste wetten zijn er niet meer. Er is chaos, om het even met de ruimtevaart te zeggen, want zo gaat het. Bij elke organisatie of elk organisme, er komt hoogwaardige energie in en er gaat voor dat organisme of die organisatie laagwaardige energie gaat eruit. En dat is afval. En bijvoorbeeld in de ruimtevaart weten we dat ook. De aarde is omcirkeld door een belt van afval, ruimteafval. En dat is onvermijdelijk dat gebeurt.
Maar als je op die manier denkt, dan heb je die hele tegenstelling tussen romantiek, anti-mechanische romantiek en mechanica niet meer nodig. Want je krijgt nu een heel ander soort mechanica, als je dat nog mechanica wil noemen. Kan noemen. Namelijk eentje die waar jij ook bij hoort. Waar jij ook deel van uitmaakt. Maar eentje waarvan we de wetten niet kunnen kennen. De wetten daarvan, er zijn wetten van, alleen die zijn statistisch van aard. Bovendien, dat weet jij net zo goed als ik, om iets wetmatigs te krijgen moet je wel zorgen voor hele georganiseerde omgevingen. Maar het lullige is, de meeste omgevingen zijn niet georganiseerd. Dus chaos troef. En wat je dan doet als mens of als organisatie is daar een tegen de macht van de chaos, die dus niets anders is dan dat er heel veel meer chaotische toestanden zijn dan geordende, om daar een muur tegen te bouwen. Is die muur de ophoudende macht? Die muur is de ophoudende macht. Ja. En die zorgt ervoor dat energie gekanaliseerd wordt. Het heel stom en simpel. Als jij brandstof hebt, dan heb je twee opties. Of je steekt een vat olie in de fik en dan krijg je één grote brand. Of je laat hem via allerlei omwegen, allerlei kategonnen, laat je hem lopen zodat er een auto oploopt. Dus het controleerbaar maken van wat schijnbaar oncontroleerbaar is, ja. Dat is essentieel. Essentieel. En eigenlijk kunnen wij niet anders, zeg je. Nee, maar we kunnen ook niet anders dan mislukken natuurlijk daarin. Want uiteindelijk overwint de chaos weer. Uiteraard, want de chaos probeer je te weg te krijgen, maar die is er. Gewoon ook om statistische redenen. Maar zouden we dan misschien als, ik zal het woord mensheid niet gebruiken, maar als Europeanen, als Nederlanders, als Groningers, als Noord-Hollanders, niet beter daaraan toe zijn als we met z'n allen proberen te aanvaarden dat die chaos er is? En zou het dan niet ook wenselijk zijn dat de politicus soms zou zeggen, mensen, ik kan niet anders doen dan een beetje chaos tegenhouden, maar er zou ook onder mijn bewind nog heel veel chaos doorheen sijpelen. Dus ga vooral uw gang. Dan moeten ze vooral dat boek lezen. En dan misschien dat er iemand dat zou maar is dat, kunnen. Is dat, maar is dat, ik, dat is verwacht dat jouw ik totaal niet. Maar zou het omdat helpen? Mensen ervan moeten leven. Dat noem ik in een ander boek mindsnatchers. Je hebt mindsnatchers nodig om überhaupt te kunnen leven. Als je in het besef van de chaos zit, dan hou je ermee op. Ja, dan stop je ermee. Maar de mens heeft nou eenmaal voortdurend de hoop, en je kunt haast niet zonder, dat je de chaos kunt beheersen en dat het toch uiteindelijk wel weer gaat lukken. Dat we toch het klimaat uiteindelijk voor elkaar kunnen krijgen. Dat we toch de opwarming kunnen tegengaan, weet ik veel allemaal. En dat is de hoop. Maar eigenlijk als ik jou hoor en lees, dan zeg je die hoop is niet reëel. Nee, maar je kunt niet leven als je wel reëel bent. Daarom is het leven van de filosoof ook zo ontzettend moeilijk, hè? Want die moeten proberen reëel te zijn, zo nu en dan. In tegenstelling tot andere beroepen? Ja, verder, ik zou zeggen dat verder de hele mensheid, dat is een woord wat ik wel eens gevormd heb, elpistisch is, dus die leeft van hoop. En een filosoof niet? Een fatsoenlijke filosoof doet dat natuurlijk wel, maar die moet met zichzelf vechten, zoals ik er net al zei. Dus die moet voortdurend vechten tegen de hoop die, zoals Aeschylus zegt, de eerste gave is die de mens heeft gekregen, zodat hij zijn doodslot niet ziet. Ja, dus eigenlijk zeg je van, dat is de Prometheus van Aeschylus. Als filosoof kan ik begrijp dat mijn hoop onzinnig is, redeloos. Maar ik ontkom er niet aan toch te doen alsof ik in die hoop geloof. Nee, je moet erin geloven. Geloof je er niet in, dan leef je niet. Dus je moet voortdurend bijvoorbeeld geloven dat Europa, dat geloof jij dan, dat Europa een goed georganiseerde macht gaat worden. En dat er ook grenzen omheen zitten, of weet ik veel wat je allemaal hoopt.
Ja, ik weet, laten we het straks over. Dat is niet helemaal wat ik mijn hoop, maar ik begrijp ongeveer wat je bedoelt. Maar waarin zit dat gevecht van die filosoof dan? Het gevecht tegen jezelf is het gevecht tussen het besef dat je een chaot bent en dat jouw leven niet verder met doelen of met eschata of met weet ik veel wat allemaal of met iets na het leven te maken heeft, dat het een groot spel is, terwijl je tegelijkertijd altijd maar weer de hoop moet hebben dat het meer is dan een spel. Dat het meer is. Maar zelfs beseffende dat het een spel is, er zijn natuurlijk gedragsregels. Want je zegt wel van goed, we leven niet meer in een Newtoniaanse wereld. Ja. Maar er zijn natuurlijk, we kunnen geen rechtspraak hebben, we kunnen eigenlijk ook geen moraal hebben als we oorzaak en gevolg van elkaar loskoppelen. Nee, dat kun je. Hoeps, ach jee, dat gaat alles. Dat is helemaal niet erg. Is jouw pen leeft nog? Ja, sorry. Maakt niet uit. Zal ik een doekje vragen of blijf ja, je Ja, doe het maar. Er komt een doekje. Ja. We gaan in de tussentijd rustig door. Ja, we gaan in de tussentijd rustig door. Dus de oorzaak en gevolg heb je wel nodig om een samenleving... Ja, natuurlijk. Ja. Maar daar krijg je dus het punt. Waar begint de orde van een samenleving? En waar zorgt die orde ervoor dat die onherroepelijk gaat uitmonden in wanorde? Dat is een ontzettend moeilijk vraagstuk. Kijk, bijvoorbeeld de Schmidt, waar we het misschien nog vaker over hebben, die denkt dat van een staat wordt verlangd territoriale geschlossenheid. Dat is wat ik bedoel met een membraan. Een mm-hmm. staat moet een membraan hebben. Alleen hij denkt, wat ik echt een heel erg verkeerde gedachte vind, hij denkt dat membraan ondoordringbaar moet zijn. Dat wil zeggen dat er binnen het membraan alleen maar gelijkschakeling kan bestaan. Dat vind ik dom. Dat is of je zou het ook fascistisch kunnen noemen misschien. Dat is fascistisch en dom. Omdat je natuurlijk met een zekere, juist een membraan moet semi-permeabel zijn. Want anders krijg je namelijk de gelijkschakeling, die staat gelijk aan de dood. Ja. Carl Schmitt was een rechtsgeleerde die omstreden is. Geef maar. Omdat hij ook lid was van de NSDAP, laat lid geworden en ook Hitler verdedigd heeft, dit terzijde. In Moeder Natuur heb je het ook vaak, komt terug, en dat zit ook in je boek over Europa, over het eigen en het vreemde. Ja. Dus dat, je hecht wel, je zegt van de grenzen moeten poreus zijn, ja. Ze moeten doordringbaar zijn. Ja, maar ook weer niet helemaal. Nee. Dat is dus bijvoorbeeld gewoon, wat dat betreft ben ik, ik hoop dat ik je nu niet onderbreek. Nee, je ontbreekt niet. En als het mag dat ook. Ja. Een boek waar ik erg van onder de indruk ben, dat is het boek Collapse van Jared Diamond. Ik vind Jared Diamond überhaupt een heel erg lezenswaardige figuur. Kan je ook even nog uitleggen wie hij is voor de mensen? Ja, dat is iemand die de betekenis van hele simpele dingen, zoals ziektes en technologische ontwikkelingen, heeft gezien waar het gaat om de verhoudingen tussen staten en tussen mensen, et cetera. Dus Guts, Germs and Steel is zijn hoofdwerk. Ja. En hij heeft ook een boek geschreven, Collapse. En daarin zegt hij, het is gewoon ondenkbaar dat de hele wereld, alle mensen die deze wereld bewonen, dezelfde welvaart kunnen krijgen als nu de mensen die de Verenigde Staten en Europa bewonen. Dat kan niet, zegt hij, want de aarde kan dat gewoon niet dragen, die kan dat niet hebben. Nou, als dat waar is, dan heb je grenzen nodig. Akkoord, dat wil ik erkennen. Ik denk of je gaat te gronden. Maar en het is niet zo dat ik bepleit om niet te gronden te gaan. Ik bedoel, ja, god, dan ga je te gronden. Dat maakt jou niet uit?
Nou, zolang ik zelf maar nog maar de gelegenheid heb om nog even de dans te ontspringen. Ja, en je kinderen misschien. Oké, maar goed, over, je bent ook geen politicus over de vraag of de EU grenzen heeft of niet. Dat is misschien niet aan de orde van vanavond. Nou, ik denk wel dat de thermodynamica direct rechtstreeks betekenis heeft voor wat je gelooft wat Europa is. Jazeker. Alleen, ik ben geen politicus, ik heb met politiek niks te maken. Oké, dan voordat ik verder ga met wat ik echt wilde vragen, leg dan nog even uit in hoeverre de thermodynamica jouw idee over Europa heeft beïnvloed. Ja, over nou, precies. Ja. Nou, de gedachte is ook weer heel simpel. Ik hoop dat ik simpel ben ook nu. Als je tot op heden, als jij een nationale staat had, dan moest die nationale staat berusten op een of andere manier waarop je je onderscheidde van je vijand. Dus je had vrienden, natuurlijk geen echte vrienden, maar je lotgenoten, je etnos, je etniciteit, waar een heleboel dingen invallen. Hè, je geschiedenis, gezamenlijke geschiedenis, gezamenlijke afkomst, weet ik wat dat allemaal is. En dat moest je afzetten tegen het vreemde. En je moest je grenzen tot een bepaalde hoogte openen en tot een bepaalde hoogte gesloten houden. Nou is het grappige van Europa, dat schrijf ik ook in dat boek, het grappige van Europa is dat het berust op niet op een etniciteit, maar op het universele mensdom. Op een ideaal. Een universeel ideaal. De vraag die dan onmiddellijk opkomt is, wat zijn jouw grenzen dan? En waar haal jij die vandaan? Ik bedoel ook, wat is die ideologische verdeling? Nee, gewoon heel simpel. Wat zijn de grenzen van jouw identiteit? Als jij gestoeld bent op een universeel beginsel, hoe begrens je jezelf dan? Dat is een hele goede vraag. Ja. In theorie zou de EU zich kunnen uitbreiden tot Zuid-Afrika. Ja. En dan zou je dus een wereldstaat hebben. Geleidelijk aan. Alleen helaas voor Europa zal het in 2050 nog geen 5% van de wereldbevolking omvatten. Hè? Europa zelf, dat schrijf je ook in beide, ik geloof met name in het boek over Europa. Maar nog één vraag, omdat je het over Diamond, die dus in zijn beroemdste werk eigenlijk ook stelde dat wij Europeanen vooral ziektes, staal en wapens hebben geëxporteerd. Hè? De rest achter ons humanisme komen toch drie praktische exportproducten naar voren. Maar oké, ik ga helemaal akkoord met de gedachte dat het was heel onwaarschijnlijk is dat iedereen over de hele wereld ons welvaartsniveau bereikt. Maar stel nu dat ik geboren zou zijn in Mali of in Afghanistan of in Turkmenistan. Ja. Dat toe van mij, dan is het toch voor jou ook volstrekt begrijpelijk dat ik zeg, wat meneer Oudemans heeft in Oost-Groningen wil ik ook. Dat lukt mij niet in Turkmenistan of in Azerbeidzjan. Ik ga naar Oost-Groningen. Ja, natuurlijk. Dat begrijp je volkomen. Dat begrijp ik. Dat heet mimetische begeerte. Kijk. In de termen van Girard, natuurlijk. En iedereen wil, hè, dat is volgens Hobbes ook de grond van oorlog, dat iedereen hetzelfde wil en hetzelfde is eigenlijk. En wat zou je dan tegen mij zeggen als ik uit Azerbeidzjan kom, om even dat land te noemen, en voor jouw dinosauruspark staan, ik zeg, hier ben ik. Nou, dan zou ik zeggen, ik wil graag betaal toegang. Nou, ik wil graag, kom erin. Nee, ik zeg, ik wil werken. Betaal werken. Mij. Ik kan maar een heel beperkt aantal mensen. Maar als die meneer uit Azerbeidzjan voor het minste geld het beste werk levert, nou, dan is dat toch goed. Dus dat bedreigt, dan heb ik je misschien toch verkeerd begrepen in je boek over Europa, dus in principe bedreigt de migrant eigenlijk Europa helemaal niet. Het ligt aan. Nou, dat is natuurlijk. Ik zou dat heel anders zeggen. Ik denk dat Europa zichzelf bedreigt. Dus die migrant heeft het probleem niet. Nee, Europa heeft het probleem. Maar hoe kun je Europa loskoppelen van het humanistisch ideaal? Je zegt zelf eigenlijk. Ja, dat kan ik niet. Dat kan niet. Nee. En het humanistisch ideaal heeft de zelfdestructie in zich, zeg je. Ja. En voldoet dus geheel aan de wetten van de thermodynamica. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar getuigen zijn van de dood van het humanistische ideaal en ook het feit dat dat ideaal ons mee in de afgrond sleurt, uiteindelijk. Nou ja, we zijn nog aan het zappelen, hè? We zijn nog aan het. Terecht.
Ja. Dat is ook de tegenwerkende kracht, toch? Dat ophoudende macht. Dus de ophoudende macht, die is natuurlijk helemaal niet weg. En Europa, nou goed. Nee, alsjeblieft, onderbreek jezelf niet, nee. Wat? Je schrijft ergens, wat moet ik nu aan denken, bladzij 49. Zoals zo vaak is de geschiedenis een smeerlap. Ja. Ja, daar moet ik zelf ook om lachen. Ja, ik ook. Dat vond ik heel leuk. Maar is dat... Dat heb jij natuurlijk ook. Je weet vaak niet wat je geschreven hebt, hè? Dat weet ik wel. Maar dat jij niet meer weet of je zelf iets... Maar dat was ook maar goed. Dat doet er ook niet toe. Nee, dat klopt. Dat weet ik soms ook niet meer. Is dat wat je bedoelt? Is de geschiedenis daarom een smeerlap? Omdat wij steeds weer dingen verwachten van die geschiedenis... en dus ook van die zij niet kan waarmaken? Die zij niet in zich heeft? Dus een van de vervelende dingen... wat je ook als grappig kan beschouwen... dat is dat je hebt allerlei goede bedoelingen... maar die eindigen regelmatig in hun tegendeel. En dat valt dan even tegen. Ja. Dus ik denk ook dat die meneer Schmid, waar we het er net over hadden, dat hij echt, die had hele brave bedoelingen. Die wou echt heel graag Duitsland redden. En het netto resultaat, dat heb je gezien. Dat is eigenlijk een soort vuurbal van volkomen ongeorganiseerde destructie. Maar ik denk trouwens weer, hè, want dat is natuurlijk, hoort er ook weer bij, die ook weer... leidt tot een nieuwe orde. Kijk, als ik dood ben, dan ben ik vanuit mijn perspectief laagwaardig energetisch geworden. Hè? Want ik doe niet veel meer. Maar de wormen en maden en insecten, daar ben ik dan natuurlijk weer hoogwaardige energie voor. Dus ik ben niet iemand die messianistisch over ondergangen denkt. Want elke ondergang... is een herschikking van energie die weer wat nieuws zal brengen. Even terug, omdat je dat woord nu messianisme gebruikt. En voor mij zit daar ook een verband met de romantiek mee. In dat woord, in het hele idee. Ja. Het feit dat wij in die thermodynamica leven. Of dat wij met die tweede wet moeten leven. Ja. Heeft toch onze behoefte aan romantiek niet danig ondermijnd? Alleen kun je zeggen dat die tegenstelling tussen hier de romantiek en daar het mechanische wereldbeeld. Dat die tegenstelling niet meer bestaat. Nee, maar daarom is de romantiek ook verschrompeld tot een literair verschijnsel. Dus het heeft heel weinig zin om romantisch terug te verlangen naar een betere tijd. Of naar de tijd van voor dit. Zou een utopie ook romantisch kunnen zijn? Zou een politieke utopie romantisch kunnen zijn? Of zo genoemd mogen worden? Ik zou dat het liefst elpistisch willen noemen. Hè? Dus dat is gevoed door hoop. Door roze-rode hoop. Die echt, want dat is niet zo dat ik daar kritiek op heb. Dat is de levensadem van het mens zijn. Daarzonder kan niemand, ik ook niet hoor. Nee, daar zijn we allebei over eens. Maar je zegt ook heel duidelijk, verwijzend naar Schmid, die hoop, de beste bedoelingen, kunnen fataal uitpakken. Ja. Kunnen catastrofaal zijn. Ja, maar de catastrofe is nooit zo catastrofaal niet, of er komt wel weer wat. Dus maak je daar nou maar niet te druk over. We maken ons te druk over de apocalypse. De eindtijden bestaan niet. Nee. Want er komt weer een nieuwe, orde. Desnoods is die van insecten. Ja. Ja, daar zeg je iets heel moois over de termiet en de fungus. Dat wil ik nog even voorlezen. Dan gaan we het heel even over racisme hebben, want daar moet ik ook nu aan denken. Maar je zegt, dat zit onder 4. Er is aanleiding, dan zeg je ook weer over de energie en over hoe dat eigenlijk als illustratie bij wat je net zei, of uitbreiding. Er is aanleiding om te veronderstellen dat niet de termieten de fungus houden, maar dat de fungus via chemische signalen de termieten drogeren, zodat zij die heuvels bouwen die ze het best van pas komen. Ja. Dus eigenlijk zou je zelfs kunnen denken, dat is ook dat wij mensen ook weer door andere wezens worden gebruikt. Ja. Wij worden permanent door koeien en varkens gemanipuleerd. Dat zullen de veganisten niet vrolijk dus van worden. We hadden het net over de dubbeldoelkoeien. Bij het eten, even voor alle duidelijkheid. Ja, tijdens het eten. Jij hebt een dubbeldoel.
dat mag ik wel zeggen, dubbel doelkoe gegeten. Dubbel doelkoe gegeten. Een dubbel doelkoe. Die heb ik gegeten. Ja. Ik heb een stukje kabeljauw gegeten, vaste. Ja. Maar de veganisten... Maar de koeien, die zorgen, die weten zichzelf via ons als gekken te vermeerderen. Net als honden. Dus die honden zijn misschien nog duidelijker. Presenteren zich zo leuk en aanvallig en plezierig dat mensen als gekken die beesten kopen. Ja. En dan, dus je ziet, de wolf is zo goed als uitgestorven. Er leven er maar een paar duizend van. Want die konden we niet gebruiken of die verleidde ons niet. Nee, die was de wolf heeft ons niet verleid. Wist ons niet te verleiden. En de koe en het varken wisten ons te verleiden met hun vlees. Ja, vooral bijvoorbeeld door zich als carbonada te presenteren. Ja. En wat zeg je nu tegen de vijanden van de bio-industrie en de vleesindustrie aan zich en de veehouderij? Die tegen jou zeggen, meneer Oudemans is een onmens? Hij ja, dat roepen ze heel vaak tegen mij. Oh, ja, nee, ik niet hoor, maar nee, ik wil toch weten wat je... Ik heb dat regelmatig gehoord. Terwijl, wat een opmerking. Nou ja, ik zeg niet dat je een onmens bent, maar je kan zeggen dat die koeien, zoals de meeste levende wezens, misschien niet dood willen of misschien in een andere stal willen wonen. Maar zij gebruiken ons om te overleven. Dus het koeiengenoom weet zich via ons als gekken te vermenigvuldigen. Dus wij zijn de slachtoffers van de koe. Wij zijn de slachtoffers van de koe. Dat vind ik heel leuk. Ik hoop dat daar wat mensen over gaan e-mailen laten. Ja. Ik ben heel benieuwd. Je weet ook wat het grootste roofdier op aarde is, hè? Dat is het schaap. Dat schaap zeker. Mens en schaap, 2015. Nee, maar het schaap heeft dus in wezen heel Europa kaal gevreten. Hè? Is dat zo? Ja, ga maar eens naar Schotland. Het lieve schaap als het grootste roofdier. Je zegt ook over dat wij eigenlijk schapen zijn. Hè? Dus dat mensen zijn schapen die hun leefomgeving moeten vernietigen om hun levensstandaard te handhaven. Ja. Dus, maar het schaap is nog net iets erger dan de mens. Nou, erg. Dat vind ik nou weer zo'n moralistische of pejoratieve uitdrukking. Het is helemaal niet erg. Het schaap is een betere vernietiger dan de mens. Het schaap dus is typisch een geval van het schaap is een ongelooflijk goede manipulator. Dus die zorgt ervoor dat mensen die willen wol dus de mens heeft natuurlijk ook het schaap veranderd. De schapen zijn heel anders geworden door menselijke invloed. Ja. Ze zijn veel wolliger geworden. Ze zijn veel vleesiger geworden. Maar daar zie je het. Dat is op zich heel mooi en fijn. Want mensen hebben schapenvlees en de schapen planten zich voort. Dus iedereen is blij. Behalve dat die schapen dus allemaal de bossen waarin ze leven vernietigen. Want ze schuren tegen bomen aan en niets... Qua bomen overleeft het schaap niets. Dus dat is dan weer een onverwacht gevolg. Ja, van de verleidingskunsten van het schaap. Het schaap is destructiever voor de boom dan de mens. Mag je het zo zeggen? Nou, wacht even. Want dus de destructie van bossen. Maar goed, daar schrijf je ook regelmatig. Ja, daar schrijf ik ook over. Ja. Even terug, want dit hebben een paar... dat je zei van je wordt regelmatig voor onmens uitgemaakt. Je zegt ook, ik meen in je boek over Europa, wat nog moet verschijnen. Bij Prometheus komt het uit, dat heb je me net verteld. Dat wij allemaal racisten zijn. Dat het onzin is om sommige mensen van racisme te beschuldigen. Dat het onvermijdelijk is. Ja. Mag ik dat? Misschien chargeer ik een heel klein beetje, maar toch ongeveer zo stond het. Kan je dat toelichten? Om te beginnen moet je, kijk... ik kan me herinneren dat jij in een van je vorige gesprekken tegen een gespreksdeelnemer zei... ja, wat jij nu zegt is 19e eeuws racisme, zei jij toen. Biologisch racisme, ja. Ja, 19e eeuws racisme, zei je toen. Nou, dus om te beginnen moet je ontzettend voorzichtig zijn met dat woord. Want dat is zelf een hele moeilijke parasiet... Die de neiging heeft om zich heel snel te verspreiden. Het is een soort COVID-achtig woord, wat ook een steeds groter bereik begint te krijgen. Daar moet je ontzettend mee uitkijken. Dus er is bijvoorbeeld een boek van meneer Galen over racisme.
En dat zegt, ja, racisme is eigenlijk hetzelfde als discriminatie. Maar dan wordt het natuurlijk wel een woord wat zo ontzettend breed is uitgemeten, dat het eigenlijk niet meer verschil maakt met iemand die dat niet is. Dus daar moet je, dat is het eerste wat je moet zeggen, daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Maar als je zegt, wat met meneer Galen, dat het hier gaat over uitsluitingsmechanismen, dan is het een onvermijdelijkheid. Op grond van schaarste. Omdat je altijd je eigen mensen, als ik het zo mag noemen, je eigen groep wil bevoordelen ten opzichte van de ander. Nee, dat wil je niet, dat moet je. Dat moet je. Is Want dat... doe je dat niet, kijk, daar heb je dus als je, ja, kijk, als je humanist bent, ben je dus altijd schuldig. Om de doodeenvoudige reden dat jij het beter hebt dan die persoon die buiten Nederland zich bevindt en die veel armer is. Als ik je goed begrijp, in jouw boek zeg je, is dat een recente ontwikkeling van het humanisme. Er was ooit een, je maakt onderscheid tussen sterk en zwak. Nee, maar eerst even dit. Ja. Dus dat is een... Maar goed, als humanist ben je altijd schuldig. Dus eigenlijk lijkt het humanisme daar heel erg op een bepaald soort christendom. Jazeker, ja. Maar je bent schuldig omdat je bent sowieso schuldig omdat jij iets hebt waarvan je vindt dat een ander het ook moet hebben, maar dat kun je nooit geven, ja. Want dat gaat ten koste van jezelf. Zo is het. Zou je dan niet ook kunnen zeggen, omdat je net zei dat koeien, varkens en schapen ons verleiden, ja? Dat die schuld ons ook verleidt, dat die schuld ons kennelijk ook iets geeft? Ja, wie is ons? De mensen die dan lijden. Ben ik dan een onmens, dat zegt mij niks. Oké. De humanisten onder ons, of ik dat niet ben, de humanisten onder ons, die zich schuldig voelen, de humanisten thuis, dag humanisten, die zich schuldig voelen, dat levert ons, humanisten, kennelijk iets op. Nou ja, jullie humanisten zitten altijd in een spagaat. Want aan de ene kant moet je... ben je universeel, maar aan de andere kant kun je nooit zo handelen. Dus je moet hypocriet zijn. Dat kan niet anders. Of elpistisch, hoe je het ook maar noemen wilt. Want je kunt... Je moet een smoes bedenken om niet iedereen toe te laten. Ja, zo eenvoudig. En jij hoeft geen smoes te bedenken, omdat jij weet, dit zijn, ben ik en de mijne en daar zijn zij... En de andere mensen. Nou nee, dat zeg ik niet over mezelf. Ik zeg alleen dat dat de voorwaarde is om als staat te overleven. En doet een staat dat niet, dan overleeft hij niet. Akkoord. Ik wil op terugkomen. Hoe? Want we moeten heel erg, en dat is misschien het onmenselijk, moeten we heel erg oppassen dat we niet in, althans we, ik niet, in... morele termen verval. Want ja, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij er gewoon om te zien hoe lopen de hazen? Hoe gaat het? Hoe lopen de hazen? En je zegt eigenlijk als filosoof en misschien ook als houder van een park met dinosaurus in Oost-Groningen, heb jij niets met moraal te maken of weinig? Correct? Of ik heb iets... niks te maken, natuurlijk heb ik ermee te maken, maar ik heb een groot wantrouwen tegen universele moralen. Ja. Omdat ik denk dat die A, autodestructief zijn en B, destructief. Maar hoe? Op zichzelf lijkt me dat betrekkelijk waar en ik heb zelf ook wel bedenkingen bij allerlei soorten moraalridders. Ja, dat heb ik ook gezien. Dat weet je. Ja. Maar ik vraag me ook wel af, stel nu dat je zegt, oké, in Oost-Groningen hebben wij deze moraal. Dan zeggen de mensen in Drenthe, we hebben deze moraal. En onze moraal is om het dinosaurussenpark van meneer Oudemans helemaal te vernietigen. Ja. Wat zeg jij dan tegenover? Waarom? Ik bedoel, als er geen universele moraal is, met welk recht zeg je dan, dat mogen jullie niet doen? Want zij zeggen, ons recht blijkt het recht van de sterkste te zijn. Ja, en nou, als zij het sterkste zijn, dan zullen ze het vernietigen. Dus eigenlijk zeg je, jouw weerzin tegen moraal is de weerzin, omdat die eigenlijk verhult dat erachter gaat een ordinaire machtsstrijd. Ja, en dat is niet ordinair, want dat geweld of die macht is juist ook bevorderlijk voor alles wat
mooi en groeizaam en fijn en cultureel en weet ik veel wat is. Ook akkoord, leven, dat heb je aan het begin gezegd, leven kan niet zonder strijd. Nee, en leven ook is dus, strijd. De kanalisering van energie die tegen die als het ware probeert de werking van de tweede wet van de thermodynamica te ondermijnen, dat kan tot de mooiste en de meest waardevolle producten leiden. Leiden. Ken je de film? Zoals bijvoorbeeld vriendschap. Ken je de film The Third Man, gebaseerd op een boek van Graham Greene? Nee, ik ken geen één film. Oh, alleen James Bond. Oké. Dan zal ik niet naar die film verwijzen. Maar daar zit een beroemde scène in waarin het terreurbewind van ten tijde van in een deel van in Florence wordt verdedigd met het idee, daar is de renaissance voor gekomen. Het was een bloedbad, maar kijk wat voor kunst we hebben in de plaats gekregen. En in Zwitserland was 100 jaar lang democratie en vrede. En wat hebben zij uitgevonden? De koekoeksklok. Dus jij zou je daar wel... Dat is zelfs dat niet eens. Dus nee, Zuid-Duitsland. Dat is Schwaben, dat klopt. Je weet veel. Dat is helemaal correct. Dat is inderdaad een foutje in het manuscript van de film. Van Green. Dat is Schwaben, klopt. Maar toch vraag ik me dan. Ik wil toch dat. Ik begrijp die weerzin tegen moraal. Maar tegen de moraal, maar tegen universalistische moraal. Want moraal is normaal gesproken iets wat een gemeenschap bij elkaar houdt. Akkoord. Het geloof, wat je zelf ook schrijft, het geloof in een gedeeld verhaal, een gedeelde mythe of een gedeeld gewelddadig begin. Zeker. Die moraal bestaat in de praktijk ook uit geboden en verboden. En ik vraag me toch af, jij zegt ook nadrukkelijk een filosofisch gesprek. Het is niet de bedoeling dat we elkaar echt in de haren vliegen. Ik denk niet, jij wil niet hier... Nou, dat is wel eens voorgekomen, hoor. Ben je fysiek aangevallen tijdens een filosofisch gesprek? Jawel, en er zijn ook wel mensen flauw gevallen en zo. Okay. Ja, er gebeurt van alles en nog wat. Maar dat sta je niet voor, toch? Nee. Ik vermoed dat je geen pacifist bent, maar je zegt ook niet, je bent ook geen propagandist. Nou, ik geloof niet dat je als je elkaar de tanden uit de bek slaat, dat je er dan filosofisch heel veel verder mee komt. Dus maar het is wel zo dat, als ik, laten we zeggen, in Nederland wil leven, dan zal ik toch moeten accepteren dat Nederland zich verdedigt tegen gevaren van buiten. Maar dat lijkt mij zo evident. Zeker, dat is evident. Dat je dat niet hoeft te vermelden. Kijk, het is natuurlijk wel zo, en dat schrijft mijn vriend Arnold in zijn nieuwste boek. Heumakers. Arnold Heumakers, in de boeken Langs de Afgrond. Hij zegt, het universalisme is langzamerhand zo ver verschrompeld dat het alleen maar een paar Europese landen nog betreft. En voor de rest heeft de hele wereld er niks mee. Dat moet je je wel realiseren. Het is heel raar. De universalist is een dorpsgek. De universalist is een dorpsgek. Ja. En waarin onderscheidt de universalist zich van de humanist? Want die twee, dat is dezelfde. Dezelfde, ja, dat hebben we ook even. De humanist als dorpsgek, als langzaam uitstervende dorpsgek. Ja. Want de vraag is dus, ik lul maar wat. Nee, 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 nee. Maar als je het nadenkt over de toekomst van Europa, dan is het denk ik heel van groot belang om de demografie daarbij te betrekken. En dan hoef je niet lang over na te denken, dat hebben islamologen enzovoorts al lang verteld. Er zal, dus de wereld zal op een gegeven moment, we gaan er even lekker breed uit. Ja, de wereld zal op een gegeven moment, zoals trouwens Schmid dat ook heeft aangegeven, dat is de nomos der eerde, de wereld zal verdeeld raken in grootmachten. Dus Rusland, China, misschien de Verenigde Staten, hoewel dat misschien wel een land in ontbinding is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Europa zal niet een grote mogendheid zijn. Dat zal een onderdeel zijn van de Maghreb. Nou ja, die voorspelling, die moeten we afwachten. Die citeer je trouwens ook in je boek over Europa. Ja. Van Lewis, hoe heet die man die dat heeft voorspeld? Lewis? Maar dat doet ook niet toe. Maar dat is gewoon een demografisch gegeven. Dus ook dat is niet iets waar ik nou voor of tegen ben.
Maar het is meer, ja, hoe wou je het anders zien? Nou ja, ik denk dat, en dat is ook een woord wat weinig valt in jouw boek over Europa, dat je eigenlijk, wat mij betreft, heel sceptisch bent of de mogelijkheid van assimilatie helemaal uitsluit. Je denkt dat... Nou nee, dat doe ik juist niet, want gelukkig ben jij ook niet geassimileerd. Assimilatie is hetzelfde als dood. Assimilatie is hetzelfde als dood? Ja, er moet verschil zijn. Als er geen verschil is, is er ook geen energieoverdracht. Zeker, maar dat kan toch ook een verschil zijn op individueel niveau? Dat hoeft niet altijd een troep. En dat verschil hoeft niet altijd te betekenen. Maar daarom is het ook zo fantastisch dat een staat moet niet zoals Schmidt dat wilde, alles wat vreemd en afwijkend is, buitensluiten. Nee. Integendeel. Daar zijn we het over eens. Ja. Maar het feit, tot voor kort, dat je in Nederland nog grote verschillen tussen pakweg de protestanten en de katholieken. Ja. Maar dat bedreigde de eenheid van Nederland totaal niet. Nee. De katholieken wilden zich niet afscheiden, de protestanten niet. Hooguit kochten ze niet bij elkaar in elkaars winkels. En mochten zoon en dochter. Ze begroeven elkaar ook niet op elkaars grond. Nou. Kijk, je kent dat leuke kerkhof met die twee handjes. Dus dat was totaal geen bedreiging voor Nederland? Nee. Nee. Dus waarom zou een andere geloofsgemeenschap dat dan wel zijn? Dat weet ik ook niet. Het is best mogelijk dat degenen die dus op een gegeven moment de meerderheid worden in Nederland, net zo geassimileerd worden als de Nederlanders zelf. Die mogelijkheid sluit ik absoluut niet uit. Maar de andere kans is natuurlijk dat juist de verschillen vanuit de andere kant worden vernietigd. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Dat is een machtsstrijd. Het kan ook zijn dat die door degenen die de meerderheid vormen op een gegeven moment, dat die gewonnen zal worden. Dat is in ieder geval een mogelijkheid die je niet moet uitsluiten. En dat is misschien toch een soort taboe of zo om het daarover te hebben. Maar je houdt ervan om taboes niet al te serieus te nemen? Nou ja, als een taboe de zaak van het denken in de gevaar brengt, dan moet je proberen daar enige afstand van te nemen. Ja. Je zei net terecht dat een land de plicht heeft zich te beschermen tegen gevaren van buitenaf. Ja, plicht, dat woord zal je mij niet horen gebruiken. Ik zal zeggen, een land kan niet overleven. Oké, een land, we bedoelen kijk, het zelf. Jij bent moralist, ik niet. Dat is natuurlijk toch een belangrijk verschil. Een land, nou ja, je kan zeggen dat als een staat aan haar burgers belooft, dat belooft de staat, we zullen je beschermen, dat ze die bescherming op zijn minst waar moet maken tegen dreiging van buitenaf. Ja. Maar, en nu, dat was het punt wat ik wilde maken, wij weten dat Nederland al heel lang militair gezien niet soeverein is. Dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog was het binnen 5 dagen bekeken, Eerste Wereldoorlog neutraal. Ja. Dus eigenlijk is het niet meer dan logisch dat zo'n land als Nederland dezelfde beslissing neemt als een land als Luxemburg of Liechtenstein. Ja. En zegt, zoals heel Europa dat heeft gedaan, wij zoeken onze militaire bescherming elders. Ja. Dat is analiet, dat is... Alleen, dat is niet zo. Nou ja, het was heel lang zo. Er is geen militaire eenheid in Europa. Er was heel lang, hadden we de NAVO, toch? Die maar toch... Die is misschien, Macron zei dat hij... Maar goed, nou gaan we, dus dan gaan we politiek, heel diep in de politiek. Oké, maar dan terug naar... laten we het weer op een filosofie. Maar het is, ik wil nou niet al te veel zeggen, maar zowel Korea als Vietnam hebben zich met succes verdedigd tegen... Amerika. Ja, tegen dus een imperium. Ik zou kunnen zeggen dat Afghanistan zich ook met succes verdedigd heeft. Ja. Dus als je aan guerrilla doet, dan ben je niet zo makkelijk te overwinnen. Als je bereid bent aan guerrilla te doen en de andere partij is niet bereid het atoomwapen te gebruiken. Ja. Ja. Dus al te snel je soevereiniteit opgeven, weet ik niet of dat wel nodig is. Nee, ik denk niet, maar misschien zijn we nu weer te politiek dat het kwestie was van opgeven. Ik denk, er was al geen soevereiniteit, er is niets opgegeven. Nou, laat ik het zo zeggen, misschien was dat wel een illusie hoor, maar in de Tweede Wereldoorlog, dat weet ik ook van mijn familie, was men enorm nationalistisch in Nederland. Dus men voelde zich echt door de bezetter... In de meest diepe identiteit aangetast, hoor. Maar nationalisme, en dat benadruk je ook steeds weer, dat dat eigenlijk
niet per deze verdienste in kwaad is. Toch? Dat we niet te snel moeten denken, dat we niet te snel moralistisch moeten oordelen over een bepaald soort vaderlandsliefde. Correct? Nou ja, je kijkt me heel lachend en cynisch aan. Nee, maar ik probeer je een beetje te fraseren. Nee hoor. Nee. Maar dat is toch niet hetzelfde als soevereiniteit. Je kan ontzettend veel van Beieren houden zonder ook maar even de illusie te hebben dat Beieren een soevereine staat is. Ik kan ontzettend trots zijn op Zuid-Limburg zonder te geloven dat Zuid-Limburg zich tegen welke vijand dan ook kan verdedigen. Ja, maar absoluut. En wat je niet van tevoren precies weet, is waar de... En dan komen we misschien toch wel op hele belangrijke dingen uit. Kijk, waar zit de eenheid waar een bevolking, noem ik het er maar eventjes, vindt dat hij daardoor omgeven is? Wat is de eenheid van een groep, zeg maar even? En daar denk ik dat we nog weer met de door jou zo veel genoemde Schmid goed moeten nadenken. En dat heeft ook alles te maken met ernst. Ernst heeft ermee te maken dat iemand op een gegeven moment bereid is om voor de groep te sterven of te doden. Schmid zegt, als dat niet aan de orde is, is er ook geen ernst. Zeker, ik denk het spel houdt daarop. Waar het fysieke geweld begint, heb ik dat. Ja, dat ben ik niet eens. En jij betwijfelt. Want daar heb ik dus, dat vraag ik aan jou. Ja? Hoe, ik mag jou ook al eens vragen. Je mag mij hoe zie jij dat dan? Omdat ik heb de indruk dat de ophoudende macht, waar jij het over hebt, dat eigenlijk altijd tot vrede leidt. Nee, want ik heb ook kritiek op Schmid. Net als jij op het moment dat hij zegt van we kunnen alleen maar een eenheid hebben. Een nazistaat, of dat nou waar homogeniteit bestaat. Ja. Ik denk dat is een hele gevaarlijke en als moralist of als semi-moralist verwerpelijke gedachte. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft dat oorlog altijd een reële mogelijkheid is. En dat moment dat pacifisme is natuurlijk jezelf eigenlijk opgeven en je uitleveren aan mensen die geen pacifist zijn. Mm-hmm. En als je echt tegen oorlog bent, zou je bereid moeten zijn om oorlog tegen de oorlog te voeren. Dus het is een hele wezenlijke vraag. Ben je bereid te sneuvelen en voor wat? Ja, want ik zou het andersom zeggen. Ja? Dat als die bereid, kijk, want dat betekent dat je een verbondenheid hebt met die groepering waar jij dan deel van uitmaakt. Een verbondenheid die verder gaat dan bijvoorbeeld een sociaal contract of zoiets. Je moet op een of andere manier je gebonden voelen aan die anderen, wil je jezelf gaan opgeven. Zeker. Nou, ik vind dat een wezenlijke vraag. Ik kan je een kleine anekdote vertellen. Ja. Toen ik bijna 10 jaar geleden mijn green card kreeg, werd mij de vraag gesteld van officiële zijde uit Amerika of ik in het geval dat de dienstplicht weer terug zou komen, bereid was soldaat te worden. Ja. En ik wist natuurlijk dat het een volstrekt, dat die dienstplicht niet zou terugkomen. En als hij zou terugkomen, zou ik te oud zijn. Maar mijn advocaat zei van, zeg maar ja, want dan heb je meer kans als je Amerikaan. Maar voor mij was het ook toch een beslissing die verder ging dan een puur praktische. Want ik zei, nou ja, als het zo mocht zijn, dan ga ik wel, tuurlijk. Ja. En ik ben dus, ik vind het idee dat je... Maar het is ook denkbaar dat ze Nederland binnenvallen, hè? Amerika? Ja. Ja, dan kom ik in een conflict, hè? Ja. Ja, alles is denkbaar. Maar ik, dat is waar. Maar tegelijkertijd moet je toch ook erkennen dat bijvoorbeeld Afghanistan duidelijk heeft gemaakt dat het Nederlandse leger bereid is ook bloed te vergieten en bloed en eigen soldaten te offeren. Ja. Op bescheiden schaal. Een hele bescheiden schaal. Maar denk jij, is dat een fundamentele zwakte die je in het Westen ziet? Dat wij eigenlijk, dat begon in Amerika, kan je zeggen, met Vietnam. Toen de bourgeoisie daar zei van, wij laten onze zonen niet meer sterven voor een in onze ogen nutteloze oorlog. Ja, en dat is wat Schmid ook zegt. Niemand is bereid om te sterven voor economisch gewin. Of voor een sociaal contract, wat je zomaar sluit. Dus daar moet iets... Wil dat gebeuren, dan moet men zich op een andere manier verbonden voelen. Anders dan zal dat niet gebeuren. Ja, en wat is de conclusie? Dat wij zijn uitgeleverd? Of dat wij onze oorlog laten uitvechten door robots? Ik weet niet, maar hoeveel mensen bereid zijn om voor Europa te sterven?
Ben jij in de eerste plaats Europeaan of Nederlander? Nou, absoluut Nederlander. Nederlander. Maar ik denk ook, ik weet niet hoeveel mensen zich Europeaan voelen. En dat voelen, daar bedoel ik dus mee, dat je dat is een soort prealabele verbondenheid. Zeker, maar ik probeer even... En zoals veel imperia is Europa eigenlijk een artefact. Wellicht, maar ik probeer me even voor te stellen, laten we het concreet zeggen. Jij zegt ik ben Nederlander, ja. Geen Europeaan. We hadden dit gesprek in de context werd gevoerd van de vraag van ben je bereid je eigen bloed te vergieten of dat van je kinderen. Kan je je voorstellen dat een buitenlandse mogendheid Duitsland bezet, België bezet, Luxemburg bezet, maar zegt we laten Nederland maar even met rust. Nou, is in de Eerste Wereldoorlog gebeurd, hè? Ja. Maar dus de kansen zijn toch vrij... Laat ik het anders zeggen. Als de EU er aangaat, dan wordt Nederland toch meegestuurd. Ja, je kan het toch niet van elkaar loszien? Nee, dat denk ik ook. Dus je bent emotioneel gezien geen Europeaan, maar praktisch gezien toch stiekem wel? Nou, nee. Nee? Maar je denkt, jouw lot, als het over lotsverbondenheid hebt, je zegt toch, mijn lot is verbonden. Lotsverbondenheid, dat vind ik een prachtig woord. Ja. Ja. Je kan dan toch niet zeggen, mijn lot heeft niets te maken met het lot van een Parijzenaar, van een Berlijnspersoon, van een Milaan. Nee, maar het gaat om de, wat Schmid noemt, de ernstval. Het gaat om het ernstige geval dat er gedood of gestorven moet worden. Daar gaat het om. En ik weet niet of iemand bereid is om dat voor Europa te doen. Maar het is ook heel wel mogelijk dat niemand dat nog zou willen voor Nederland. Waarvoor zijn Amerikaanse soldaten gestorven in de Tweede Wereldoorlog? Ja. Voor Amerika? Voor Europa? Voor de vrijheid? Ik denk zoiets. Ja. Dus zij waren dat wel bereid te doen? Ja. Andere tijd. Nou ja, de Nederlandse, er waren ook enkele Nederlanders die daar ook toe bereid waren. En wat waren. Was er anders dan die tijd dan? Waarom doen wij dat nu niet meer? Is ons idee van heldhaftigheid verloren? Zijn wij te hedonistisch? Of is dat te morele? We zijn hedonistisch. We zijn hedonistisch. Ja. We willen leven ten koste van alles. Nou ja. Daarover heb je een aardig stukje geschreven. Mag ik dat even voorlezen? Over dat Jullie vervelen je niet, hè? Nou, roepen jullie wel, hè? Ja? Als jullie vervelen, roepen. Want, en zijn al e-mails binnen, trouwens? Ja, zeker. Oh, okay, kom op. Ik wil even dit stukje voorlezen van de e-mails. Ja, het is wel een flink gesprek, dus nu dan even, ontspannen is ook wel best maar mag ik even, want dit is ook een aardig stukje. De betuttelende staatsmacht waakt over het individuele welzijn. Die macht is absoluut en tegelijkertijd zachtaardig. Hij zou op de vaderlijke macht lijken, waar het niet dat vaders voorheen hun zonen opleiden tot viriliteit, terwijl de staat een seksloze infantiliteit in stand houdt. De staat breekt de individuele wil niet, maar verzacht, buigt en reglementeert die. De staat dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich zonder ophouden tegen ieder individueel initiatief. Ja. Zou dat niet een reden kunnen zijn ook waarom wij die seksloze infantiliteit... Dat daarmee het gebrek aan verlangen naar een bepaald soort heldendom, het gebrek aan de wil om jezelf te offeren voor een ideaal voor een land, ligt dat niet in elkaars verleden? Ja, en dit is eigenlijk een vrij citaat naar Tocqueville, hè? Naar de la démocratie en Amérique. Ja. Dus dit is waar de gelijkheidsgedachte toe kan leiden. Te veel gelijkheid. Nou, niet te veel. Dit is, dit is zoveel gelijkheid dat er identiteitsverlies optreedt, laten we het zo zeggen. Zoals dat bij heel veel gedomesticeerde dieren ook gebeurt. En dus dat heb ik ook in mijn boek genoemd. Dit boek, geloof ik. De mens... Zoals de mensen zoals ze nu zijn, zich verhouden tot, laten we maar zeggen, jagers en verzamelaars uit het Paleolithicum. Zoals een koe die zichzelf nu in een hek vastloopt ten opzichte van de oeros. Je hebt
aan mij geschreven dat je geen nostalgicus bent. Maar zit hier niet iets van nostalgie? Geen wat? Geen nostalgicus. Nee, dat ben ik ook niet. Maar zit hier niet iets van nostalgie in? Nee, want misschien wel, maar, want ik heb mezelf natuurlijk ook niet in de hand. Nee, maar dit is geen moralistische uitspraak, maar is die domesticatie, dat schrijf je eigenlijk ook, dat schrijf je met zoveel woorden, dat is toch ook een vorm van verlies? Nou, dat is juist het grappige, dat heb ik zelf ook meegemaakt met honden. Dus die moet je met heel veel geweld in een ren zetten, maar na een paar jaar dan willen ze er helemaal niet meer uit. Dus dan hebben ze ook helemaal geen behoefte meer aan vrijheid. Dus dat is het komische van de betuttelende staatsmacht waar dit over gaat. Dat degenen die het betreft, is eigenlijk een soort omgekeerde gang uit de grot van Plato. Dit is de grot in. Ja. Waarbij eigenlijk het helemaal niet meer gemerkt wordt dat er überhaupt iets verloren is. Nee. Er is helemaal geen. Dus niemand zal in Nederland zal zeggen: God, het is wel nou lullig dat ik helemaal geen heroïek heb. Ja. Daar heeft niemand last van. Wij zijn eigenlijk in onze seksloze infantiliteit redelijk gelukkig. Ja, dit is een vorm van geluk. Een klein paradijsje, mag je het zo noemen? Ja, dat is dan het paradijs van de loopstal. Paradijs van de loopstal. We gaan naar de e-mails. Zal ik die eerst voorlezen? Ja. Ja, leuk. Beste. Ja, wil je intussen een glaasje wijn? Ja, kom op. Ik vind het erg leuk tot nu toe. Heel leuk. Beste, dank voor uw boeiend gesprek tussen aanhalingstekens. Wat is hier het perspectief? Hoe kan men spreken over of over iets waarin men zichzelf bevindt? Kan men als deel van de kosmos wel over de kosmos spreken? Ja. En dan citaat, wij zijn baron van Münchhausen, toch niet? Van Ruret Post. Ja, dat is. Ga je gang? Ja, ik word jou even. Proost. Ja, dit is natuurlijk de vraag der vragen. Dat is een heel, heel erg belangrijke vraag die ik vanavond niet kan beantwoorden, omdat het te moeilijk is. Maar ik wil wel een soort voorzet geven. Kijk, taal, dus filosofie is taal, dat is evident. En normaal gesproken is het zo dat taal, als die beschouwelijk is, propositioneel is. Dus je praat in uitspraken. Hè? Dus je zegt, Piet is knettergek of zoiets. Dan jij staat hier en daar is Piet en jij zegt dat over Piet zijn hoofd heen. Alleen taal is veel meer, want jij verzint de taal niet. Die is er al, daar word jij in geboren. Dat is een sporenkolonie waarin jij terechtkomt en die jou stuurt, zonder dat er een sturende instantie is. En nou is het zo dat sturende van de taal wel degelijk, maar dit is echt een beetje filosofisch, maar dat sturende van de taal kun je wel degelijk merken en dat noemen wij in de prosodie. Hè, dus dat heb je, dat is het niet uitgesproken. De niet uitgesproken betekenissen die over en weer gaan in bijvoorbeeld in een gesprek. Een gesprek is absoluut natuurlijk niet alleen maar woorden die je met elkaar wisselt, maar dat is ook subverbale beïnvloeding, je laten bepalen door woorden die. Hè, bijvoorbeeld, we hadden vandaag het woord racisme. Hoe bespeelt dat woord mij? En dan wordt het grappig, want als je je daarin verdiept en je laat meevoeren door woorden, terwijl je daar toch bij blijft, dan is het mogelijk dat je spreekt terwijl je er niet tegenover staat. Maar ik geef onmiddellijk toe dat dit, omdat dat kan ik nu in dit gesprek niet even doen. Dan moet je eigenlijk even wat Heidegger boeken lezen en een paar boeken van mij. En dan komt het goed.
komt dat wel goed. Maar dat, ben ik enigszins duidelijk in deze beantwoording? Ja, wat is, mij betreft wel, maar... Ja. Ik had nog wel wat vragen, maar laten we misschien even naar de volgende vraag. Ja, maar dit gaan. Is dus, het gaat om prosodie. Hè? Dus de zangerigheid van de taal, hè? Dus het accent. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde woord, ad cantus. Hè? Het accent en de prosodie, dat is hetzelfde. Dat is de manier waarop de taal jou sub onder het gesprokene stuurt. En als je daar aandacht aan besteedt, dan kun je filosoof worden zonder erover te lullen. Dus dan kun je deel uitmaken van de kosmos en toch over de kosmos praten. Ja, maar je praat er dus niet meer over. Maar met. Met. In. Is dat ook wat je bedoelde toen je een e-mail voorafgaand in het gesprek zei, dat in een echt gesprek, of ik parafraseer, je de mogelijkheid moet openhouden dat je geraakt wordt door wat de ander zegt? Ja. En sterker nog, ik heb het gevoel dat we dat nu ook al wel doen. Dat nu ook wel gebeurt. Hier en daar schrik ik een beetje van wat jij zegt. Dan schrik jij een beetje van wat ik zeg. En zo hoort het. Zo hoort het, ja. Ja. En dat in tegenstelling tot een politiek debat waar mensen getraind zijn om... Ja, dat is zo minderwaardig. Ja, goed. Ik heb een volgende vraag. U, Oudemans, had het erover dat het niet de migranten zijn die een bedreiging voor Europa vormen, maar Europa zelf vanwege haar eigen humanisme. Zijn. Kunt u nog eens ingaan op die zelfvernietigende mechanismen? Wat houden die precies in? Ja. Ja, mag graag. Ja, zeker mag dat. Het is dus, laat ik het zo zeggen, wij worden inderdaad ook op prosodische manier door heel, heel oude woorden, woordgroepen, woordconnecties bepaald. Ik noem dat een sporenkolonie. En die sporenkolonie die is deels Joods, deels christelijk, deels Grieks. En deels nog veel ouder, tot en met de regenwormen toe. En de bomen. En misschien kunt u de vraag nog even herhalen, want... Dus wat is het... Wat zijn de zelfvernietigende mechanismen van het humanisme in Europa? Die woorden die ons zo diep bepalen, dat zijn bijvoorbeeld woorden, ik noem eens wat, uit de Bijbel. Althans, dat zijn woorden die ook in de Bijbel als een soort golfslag daar binnengekomen zijn. En die woorden die zijn voor Europa heel veel, laten we zeggen, menselijk. En er zijn allerlei punten waarop er een tendens in Europa bestaat, heel oud, om, laten we zeggen, etnische grenzen of dat soort dingen, om die te overschrijden. Iedereen kent natuurlijk het verhaal van Paulus, dat hij niet alleen voor de Joden schrijft, maar ook voor de Romeinen. En dat is in de geschiedenis eigenlijk heel raar gegaan, want gelukkig komen we steeds op hetzelfde terug, dat is een goed teken. Waar Jared Diamond ook op wijst, dat is dat het universalisme, dus het universeel menselijke, altijd niet universeel is, omdat het altijd vijanden heeft. En die vijanden die worden in eerste instantie, en dat noem ik dan nog het sterke humanisme, die worden in eerste instantie vernietigd. En op die manier wordt het humanisme ook universeel. Dus het duidelijkste voorbeeld is natuurlijk de Verenigde Staten, die op een christelijke, humanistische grondslag zijn gestoeld, maar die uiteindelijk alles wat een beetje anders was, via genocide hebben vernietigd. Dat is voor mij echt een omslagpunt. Op een gegeven moment kwam Jefferson daarachter, de president Jefferson, dat was een slavenhouder. En opeens
zag hij in, ja, maar die slaven, dat zijn mensen. En op dat moment sloeg de zaak om, werd het sterke humanisme, begon te verzwakken. Want hij moest dan erkennen dat hij schuldig was. En dat dus niet de slaaf minderwaardig was, maar hij, omdat hij een slaaf hield. En als je dat doortrekt, dan kom je bij de hedendaagse tijd uit, waarin het humanisme zo ver zichzelf heeft uitgehold, dat het uit een soort permanente excuuscultuur bestaat. En dat, ja, ook daar... Ja. Nou, je hebt de humanist net ook een dorpsgek genoemd, toch? Ja, het is in ieder geval iemand die bezig is zichzelf minder waardig te vinden. En de genocide op de oorspronkelijke bevolking buiten Amerika, maar in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, is dat ook een onderdeel van het humanistisch project? Nou ja, daar heeft Tocqueville het een en ander over gezegd. Hè. Die zegt... De Spanjaarden hebben natuurlijk, maar nou gaan we een beetje historisch praten. Ja, ook, ja. De Spanjaarden hebben vooral Zuid-Amerika beheerst. En dat is met waanzinnig grof geweld gegaan. En Tocqueville zegt, de Amerikanen hebben dat zo keurig gespeeld met die Indianen, dat er nooit ook maar een ethisch beginsel ooit is geschonden. En aan het eind van de rit waren ze er niet meer. Intelligente genocide. Een bureaucratische genocide. Ja. Ik heb nog een vraag. Dat is nog wel komisch. Want ik ben ooit wel eens internationaal geweest. Dus ik ben in Canada geweest. En toen zeiden die mensen, ja god, wij zijn zo ontzettend vredelievend en zo. Ik zeg, waar halen jullie dat vandaan? Waar zijn de oorspronkelijke bewoners? Die zijn er toch gewoon niet meer? Oh ja. Dat waren ze vergeten. Waren ze vergeten? Ja. Oké. Okay. Treedt moraliteit, sluit er denk ik een beetje bij aan, treedt moraliteit niet ook op bij geconfronteerd worden, als je geconfronteerd wordt bij het zien van het leed van anderen, ook van je vijanden, en maakt dat ons niet tot mens in tegenstelling tot onmens? Ja, ik heb... de 4 mei lezing van Grunberg gelezen en die vertelt daar de meest vreselijke verhalen over een baby die wordt doodgemaakt en die wordt dan in het gezicht van de beul geslingerd. Wie is menselijker, weet ik niet. Wat bedoel je daarmee, wie is menselijker? De vrouw of de baby of de beul. Je bedoelt dat wat wij onmenselijk noemen, dat zeg je ook ergens in je boek, zo menselijk is. Dat is even menselijk als het andere. En gelukkig, maar daar hebben we het misschien nog zo wel over. Weet Grunberg dat ook heel goed. Maar kunnen wij nog wel iets afkeurenswaardig noemen? Ja, of niet? Jullie? Ja, wij. Wij? Ja, wie is wij? Kan jij? Okay, oh, jij. Ja, maar want ik hou niet van dat wij. Oké, okay, prima. Wij bedoel ik alleen maar, in eerste instantie wij met z'n tweeën. Maar omdat ik zit hier als humanist opeens en jij als de anti-humanist. Jij als oudemans, als... Of ik denk, ja, natuurlijk, alles wat mij bedreigt vind ik afkeurenswaardig. Zeker. Maar als ik zal ook proberen, natuurlijk zal ik met de meest ethische beginselen komen als ik daarmee kan winnen. Natuurlijk. Dus moraal is natuurlijk, is wil het zo macht. Kijk, maar dat is voor iedereen evident. Kijk, als jij de onderliggende partij bent, dan moet jij de bovenliggende partij zeggen dat die zich misdraagt. En dat die jou moet erkennen als onderliggende. En dan trek je de boel gelijk. Er is een aforisme van Goudsblom, de socioloog, wat ik altijd graag aanhaal. Moraal is macht uitoefenen zonder van macht te reppen. Ja, dat heeft hij van Nietzsche. Dat heeft hij van Nietzsche, zeker. Hij is ook een groot Nietzscheaan. Zijn er nog meer vragen? Nee, ik wil nog even... Oh, sorry. Ik ga niet jouw gesprek leiden. Nee, dat moet je ook zeker niet doen. Nee. Ik wil toch... Er bestaat bijvoorbeeld ook, we hebben een oorlogsrecht. Dus er zijn allerlei manieren om, om het recht van de sterkste aan banden te leggen. Is dat uitsluitend een machtsstrijd of is dat niet ook van voordeel voor ons allen? Want jij bent ook een Hobbesiaan, dus je kan ook zeggen, we hebben de staat. Nee. Oh, je bent geen Hobbesiaan? Nee. Waarom hebben we dan een staat nodig? Als ik dan even terug mag gaan, dan gaan we naar de vragen. Waarom hebben we een staat nodig? Waarom hebben wij een staat nodig? Waarom heb jij en ik een staat nodig om samen te leven?
Wij Nederlanders van mijn part, als je het niet over Europeanen of humanisten... Wij Nederlanders hebben een staat nodig om te beschermen de energie die wij hebben opgehoopt niet te snel te verliezen. En dat noemt men dan welvaart of rijkdom of wat dan ook. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere dingen zoals schilderijen of boeken. Maar zeg je niet met andere woorden dan ook iets wat ik misschien zou kunnen zeggen, dat je staat nodig hebt om te voorkomen dat mensen elkaar, dat mensen milities gaan vormen en elkaar de hersens gaan inslaan? Had ik ook eventjes op in willen gaan. Oké. Dat mag, want die vragen kunnen... We hebben nog even tijd. Dus ja, dat, hebben we nog tijd? Ja. Daar had ik ook even op jouw boekje in willen gaan. Die Schmid komt elke keer weer terug. Dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Schmid zegt, en daar, ik denk dat wij het daar echt over oneens zijn. En dat is misschien ook wel leuk om dat eens te bekijken hoe dat zit. Schmid zegt, oorlog is een zaak die niet aan recht onderhevig is. Want welke instantie zou daarover moeten beslissen? En in jouw boekje ga jij, en volgens mij gaat het daar een beetje wankelen, want dan ga jij Benjamin en Derrida erbij halen die recht en macht met elkaar gaan verbinden. Terwijl volgens mij Schmid zegt, oorlog is een soevereine daad waar geen recht of onrecht op van toepassing is. En dat zie je nou ook, hè? Want je kunt je doodlachen. Rusland heeft een Nederlands vliegtuig uit de lucht geschoten. En Nederland probeert dat juridisch aan te pakken. Maar dat zal nooit lukken. Want de Russen die zullen zeggen, ja, god, die doen net alsof ze meedoen. Maar die doen natuurlijk gewoon helemaal niet mee. Wat Nederland had kunnen doen, is een Russisch vliegtuig afschieten. Dat had Nederland kunnen doen. Goed, je zegt, eigenlijk zeg je een aantal dingen. En dan kom ik nog even terug op Benjamin en Derrida. Je zegt van het oorlogsrecht dat we hebben en de internationale instanties waar we ja, een dat, tijdje dat leven. Ja, dat is papieren tijgers. Papieren tijgers zijn dode letters. En als het al plaatsvindt, zoals het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, ja, wat pas onlangs afgerond, of de Nurembergse processen, ja, is het altijd het recht van de overwinnaars die over de verliezers recht spreken. Ja, klopt. En jij betwijfelt of dat oorlogsrecht werkelijk of de angst voor morele veroordelingen de excessen minder groot heeft gemaakt. Want nou, ik denk dat als jij als soldaten angst hebben voor veroordeling, dat ze minder goed zullen vechten. Dus jij stelt je eigenlijk op het standpunt van, je ziet geen films, maar van, je kent misschien het boek waarop het gebaseerd is, van Kurtz in Apocalypse Now, die zegt, we hadden in Vietnam kunnen winnen als we de moraal hadden overwonnen. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Oké. Okay. Nee. Maar je zegt wel van een soldaat die enige moraliteit heeft, is een matige soldaat. Nou, die loopt het risico dat hij... want we hebben in Nederland natuurlijk ook... De Nederlanders hebben ook dat soort gevallen gehad. Hè? Dat een sniper van Nederland, die werd op een gegeven moment... kreeg hij officier van justitie op zijn dak. Zeker. En dat kan natuurlijk. Alleen de vraag is of degenen die dat doen, daarmee de Nederlandse kracht een goede dienst bewijzen. Dat weet ik niet. Want de volgende soldaat zal toch niet snel iets doen waarvan die de vrees heeft dat het hem de kop gaat kosten. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, als het bijvoorbeeld gaat om de behandeling van krijgsgevangenen, als ik jouw krijgsgevangenen goed behandel, dan zul jij misschien mijn krijgsgevangenen ook goed behandelen. Ja, dat is handel. Dat is handel. Er zit ook iets transactioneels in die internationale oorlogsrecht. Zeker. Ja. En bijvoorbeeld zelfs in een land als Israël, waar het leger toch een, ik schrijf ook in mijn boekje, eigenlijk een Smithiaans land is. Ook daar worden soms soldaten voor het gerecht gesleept. Voor het eigen gerecht. Oh, ja. Zoals daar gebeurt dat. Ja. En politieagenten. Ja. Oké, we gaan... Het meandert het gesprek, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nou, ik vind dat het vrij goed, toch wel goed gestructureerd is. Oh, dankjewel. Ja. Ook dat, nou, dank aan jou. Nee, we komen wel steeds op hetzelfde terug.
Hebben we nog een belangrijke vraag, Jante? Of ja, de zeker. Ja. De heer Oudemans had waren er ook hate mails? Want die moeten als nee, eerste... Nee, bizar weinig. Maar nee. Misschien komt dat nog na het programma. Hoe slap dit allemaal is. Ja, dat kan. De heer Oudemans had het over zijn dinosaurussenpark in Oost-Groningen. Bezoekers zijn welkom mits ze betalen. Arbeiders als u ze voor de meest gunstige... Als ze de voor u meest gunstige tarieven hanteren. Mag ik hieruit afleiden dat menselijke betrekkingen in een samenleving bij voorkeur transactioneel zijn? Nee. Ik denk dat de vragensteller dan graag wil weten waarom niet. Mag ik je helpen? Want jij zegt van, als ik voor jouw deur sta als Azerbeidzjani en ik wil er komen werken, dan zeg je dat is goed voor €2. Mag je me komen helpen, toch? Voor €2 per uur wil je me nou, betalen. Nou, ik denk dat als ik dat doe, dat hij kijkt naar de buren... en dat hij vervolgens zal zeggen, nou, ik word uitgebuit. Ja. Dus ik ga iets heel naars tegen jou doen. Dus dat zal ik niet doen. Ja. Maar je zegt, dat is maar zoals wij hier zitten, dit is geen... Dit is niet op een economische manier, op een financiële manier transactioneel. Nee. Nee. Want dat is nou natuurlijk de kern van alles, dat... Als alles economie wordt, dan is er van je leven nu niet zo heel veel meer over. Mag ik dat ook een romantische gedachte noemen? Jij mag alles. Kan je begrijpen waarom ik dat een romantische gedachte vind? Dat is net als met het woord racisme. Dan ga je het woord romantiek wel heel ver oprekken. En dan mag het. Voor mij mag alles. Ik bedoel... Nou, het is een gedachte die behoeft aan betekenis verraadt. En dan zingeving. Dat je zegt, dat is een wereld waarin alles transactioneel is... maar toch eigenlijk te Newtoniaans, te mechanisch. Nou nee, die wereld die kan niet overleven. Dat is wat ik zeg. Die kan het niet bolwerken, omdat, nogmaals, dan de ernst ontbreekt... De ernst is dat het leven altijd een leven is op leven en een dood. Dat is een Smithiaanse gedachte. Ja. Dus daar kan ik het met Schmid volkomen eens zijn. En daar zit hem de kneep. Maar dat hebben we nu al samen een paar keer ook... En daarom is het leven uiteindelijk ook een strijd. Daarom is het leven... Is overleven eigenlijk de kern? Toch een... Nee? Nou... Als de zaak op leven en dood is, als ik dat ten einde denk, dan moet ik wel zeggen, als het tussen jou en mij is, nu is dat niet het geval. Ja. Maar dan moet je weten, vriend, dan ga je eraan. Sorry, dat begrijp ik niet helemaal. Ik zal het nog een keer zeggen. Als het leven uiteindelijk een zaak van leven en dood is, en dat betekent dat wij tegenover elkaar kunnen komen te staan. Ja, dat kan. Dan zeg ik je nu al, en ik hoop dat je het daarmee eens bent, dat je dat begrijpt... en dat ik je eigenlijk ook jouw logica volg. Als het tussen jou en mij gaat, lieve vriend... hoezeer ik dit gesprek ook heb gewaardeerd, dan ga je eraan. Ja, maar ik zorg dat ik eerder ben. Dat weet ik. Proost. De volgende vraag. Ik heb één laatste vraag. Hoe verhoudt de revolutie zich tot de ophoudende macht? Mm-mm. Heeft het zin om voor te bestaan als soort... als er geen enkele mogelijkheid is tot revolutie? Ja. Ik denk hier specifiek aan alle koeien in de bio-industrie. Ik zou me slap lachen als ze trouwens in opstand kwamen, die koeien. Dat zou ik geweldig vinden, dat zou ik echt heel mooi vinden. Maar natuurlijk is het, natuurlijk is het zo dat... Dat staten die raken op een gegeven moment, bijvoorbeeld doordat ze te strikt binnen hun grenzen zitten, die raken ook dood. Het membraan kan te ver openstaan, maar kan ook te ver dichtstaan. Dat heb je bijvoorbeeld in China in de 15e eeuw meegemaakt. Toen hebben ze opeens besloten om geen buitenlandse invloed meer toe te laten. En toen is die hele staat in elkaar gedonderd, hè, China. Er zullen voortdurend revoluties zijn. Kijk, dat vind ik ook een van de dingen van Schmid, die ik echt onbegrijpelijk vind. Dat is namelijk dat hij denkt dat de staat een soort
organisatie is met een soort eeuwigheidswaarde. Nou, dat is natuurlijk flauwe koek. Want dat kun je op die YouTube-filmpjes mooi zien. Jongens, Europa vanaf 1800 tot nu. En dan wordt dat even snel afgedraaid. Nou, dat is een grote bonte mengeling van elkaar afwisselende kleuren die je dan krijgt. Staten zijn wolken aan de hemel. Die bestaan niet lang. Dus er zullen voortdurend revoluties ontstaan. Voortdurend zullen staten imploderen en weer opstaan. Ik wil daar toch nog iets over zeggen, over die vraag. Want de vraag is ook of het wenselijk is. Ik denk natuurlijk, kijk, je kan niet... Ik heb mezelf als antirevolutionair genoemd. Maar dat betekent niet dat ik tegen de Franse revolutie ben. Dat zou ook waanzinnig zijn. Maar ik denk wel, als je kijkt nu naar de revoluties die recent hebben plaatsgevonden... dat het track record, als het gaat om dat die revolutie verbetering brengt, heel slecht is. De Iraanse revolutie is geëindigd in een contra-revolutie. En het regime van daarna van de Ayatollahs mm-hmm. was waarschijnlijk net zo gewelddadig als dat van de Shah. Mm-hmm. De opstand in Cairo, 2011. Ja. Sisi is gruwelijker dan Mubarak. Er hebben de afgelopen weken massa-executies in Egypte plaatsgevonden waarover we bijna niets hebben gelezen. Ja. De revolutie die geprobeerd is te plegen in Peru, jaren 80, 90, het lichtend pad en Tupac Amaru hebben alleen maar tot geweld van de staat geleid. Ik denk ook nu, als er nu een revolutie zou plaatsvinden in het Westen, in Amerika of waar dan ook, het zou echt catastrofaal zijn. Het zou niet de effecten bereiken die men zou beogen, in tegendeel. Dus ik ben ook heel blij bijvoorbeeld dat er geen geweld heeft plaatsgevonden tijdens de verkiezingen in Amerika. Dat lijkt me een hele grote winst, dit terzijde. Mag ik daar een vervolgvraag op stellen? Ja, zeker. Is wat nu in Belarus gebeurt niet een revolutie? Dat vind ik een interessant voorbeeld. Dat zou je eventueel een revolutie kunnen noemen in Wit-Rusland. En misschien is dat misschien zou ik vooralsnog zijn de vruchten onbekend, want de status quo duurt nog voort. Maar dat zou, ik heb daar nog geen oordeel over, dus dat zou eventueel mijn stelling onderuit kunnen halen. Maar dan nog denk ik niet dat je op grond van Belarus kan zeggen, hier in Nederland of in Europa of in Amerika, kunnen wij buiten het democratisch spel dingen bereiken en is dat een betere weg. Dan nog zou ik altijd zeggen, nee, het is absoluut geen betere weg. En zelfs als je een revolutie begint met linkse idealen, je eindigt ermee extreem rechts te ondersteunen. Daarvan ben ik overtuigd, nu in dit tijdsgewicht. Tot zover het politieke, 5 minuten. Ik wil eigenlijk nog 2 dingen vragen. En dan houden we op, want dan is het, wat mij betreft, gaan we gewoon dan echt aan de uitspattingen beginnen. Is goed. Ja, goed. We hebben dat ook weer vastgesteld. Je zegt in je boek over Europa dat je vindt, wat is Europa? En dan kom je tot 1 definitie. Dan zeg je, Europa is toch het verhaal van het individu, van een kritische denker die zich keert tegen de... Tegen de powers that be. En die daardoor eigenlijk de status quo een zet geeft en danig verandert. Ik zou bijna dat een romantische gedachte willen noemen. Of een romantische opvatting van de Europeaan. Maar ik weet dat ik daarmee... Wat heb je toch met romantiek, man? Ja, ik vind het veel romantisch. Ik vind het fascisme ook romantisch. Of een door en door romantische. Ja, maar het is wel heel, heel breed, okay. Breed het is voor een begrip. Nou ja, kijk, dat is. Ik sluit wat dat betreft aan bij Valéry, een denker uit het begin van de 20e eeuw. En die zegt, en dat is natuurlijk ook zo, dat Europa is ook weer geen monoliet. Dus het universeel humanisme is heel sterk, maar het is niet alles. En wat mij opvalt, als ik vanaf, en dan denk ik ook aan Girard, die zegt bijvoorbeeld, ik noem dat excentriciteit, hè, dat is buitensporigheid, de buitensporige gebeurtenissen, en die kenmerken Europa ook. Girard noemt ten eerste de gestalte van Christus, die eigenlijk in staat is geweest om de vanzelfsprekende lex talionis te doorbreken. Dus ik krijg van jou een klap en dan sla ik jou, bij jou 2 tanden eruit.
De bloed, en hij noemt de bloedwraak. En hij noemt, oh, dus die is daar doorbroken. Hè? Die, dat is op een gegeven moment wordt de vanzelfsprekendheid ervan eigenlijk vernietigd. En hetzelfde doet Antigone, zegt hij dan, van Sophocles. Maar als je dan door de geschiedenis van Europa kijkt, dan zijn er telkens weer van die excentrische figuren. Dat zijn geen excentriekelingen, maar dat zijn mensen die hebben gemerkt dat de zaken zich aan het omdraaien zijn. Dat de taal iets anders aan het doen is, of moeder natuur, of hoe je het ook maar noemen wilt. Ik vind altijd een fabelachtig voorbeeld Heraclitus, die in de 5e eeuw voor Christus, dus nog voor Sophocles, gezegd heeft, dat is een van de, vind ik, een onvoorstelbare uitspraak. Je kunt lijken maar beter net zo goed weggooien als stront. Dat heeft een zo enorme impact, want dat betekent, ik geloof niet in een hiernamaals. Ik geloof niet dat er goddelijke rituelen zijn. Ik geloof niet dat een dood lichaam een verdere betekenis heeft. Die man die ging met kinderen spelen in de tempel van Artemis enzovoort. Die haalde de gekste dingen uit. En zo kun je door de geschiedenis van Europa heen, kun je de excentrici aanwijzen. Zien. En dat is een enorme kracht, denk ik. Denk je dat de gemeenschap een samenleving kan bestaan waarin lijken worden weggegooid als stront? Ja, dat doen we nu toch? Vind je dat? Nou ja. Ja, je had het ergens over, ik ben een sterfelijke wegwerpmachine, schrijf je in. Ja. Dus dat gebeurt al. Nou, ja, er gebeuren natuurlijk. Er zijn ook hele rare dingen gebeurd, laten we het zo maar zeggen. In je boek over Europa schrijf je ook over oververtegenwoordiging. Je schrijft bijvoorbeeld dat Afrikanen oververtegenwoordigd zijn als het gaat om wedstrijden van renwedstrijden, atletiek. Ja. Je schrijft dat Askenazim, Joden uit Oost-Europa, zwaar oververtegenwoordigd zijn onder schaakkampioenen en Nobelprijs. Ja, maar niet oververtegenwoordigd, het is gewoon zo. Ja, dus meer, statistisch. Ja. Ik werd daar wat lichtelijk ongemakkelijk van. van die Askenazim. Ja, nou ja. Als zijnde, omdat ik tot die groep hoor, ik dacht, waarom ben ik geen schaakkampioen? Ja, maar je bent kampioen schrijven. Dus. Ja, maar wat was. Ik, eigenlijk is het, zou ik zeggen, deze tijd nat dan om zo dat soort observaties die feitelijk juist zijn te maken. Ja, waarom? Waarom maakte jij ze wel? Wat vond je belangrijk? Wat wil je daarmee aantonen? Nou, wat ik wil. Ik zou jou om te beginnen een tegenvraag willen stellen. Waarom is dit ongemakkelijk? Nou, omdat ik ben een individualist, dus het is altijd heel naar of het nou positief gaat of dat bepaalde eigenschappen die aan een groep worden toegeschreven, dat jij daarmee wordt geconfronteerd als lid van die groep. Ja, maar dus je verzet jezelf tegen assimilatie. Nee, ik geloof in assimilatie. En dat schrijf je ook, trouwens vind ik heel mooi, dat schrijf je ook, dat je kan assimileren en toch iets van je eigenheid kan behouden. Dat noem je de kracht, meen ik, van het Jodendom. Schrijf je ja. Maar dan een echte geassimileerde Jood is geen Jood meer natuurlijk. Nee, daar kunnen we een hele discussie over voeren. Maar dat is inderdaad, die kan je afvragen. Nee, want dan krijg je dus echt een boeiende vraag. Wat is dan Jood zijn? Wat is dat religie? Is dat wat is het groepsgevoel? Is dat, of zit daar ook een element in van genetica? Ik dacht, die richting wilde je uit. En omdat we het eerder hadden gehad over biologisch, ik zal het woord niet gebruiken, maar biologie uit de 19e eeuw, dat andere woord laat ik weg. Ja. Dacht ik, is dat niet... Dan kan ook even jouw eigen boekje nog citeren daarover. Doe maar even. Zo dadelijk. Ja. Waarom is dat... Want je zegt ook van genetica, we kunnen genetica en cultuur niet van elkaar scheiden. Nee, dat kan niet. Dus er zijn ook Baldwin-effecten. Hè? Dus op een gegeven moment heeft datgene wat zeg maar in de fenotypische wereld, dus gewoon in de buitenwereld plaatsvindt, heeft weer genetische gevolgen. Verandert weer. Er veranderen mensen daardoor ook genetisch. Dat gebeurt voortdurend. En wat ik nou niet snap, en daar zou je mij nou eens een antwoord op moeten geven, waarom dat zo erg is. Nou, ik heb net geprobeerd, ik vind het op zichzelf helemaal niet erg, maar omdat het zo makkelijk misbruikt kan worden. Het is zo makkelijk te misbruiken. Omdat ik vrees dat je daarmee voor mensen die
minder nauwkeurig lezen of die statistiek en al dat soort dingen. Het is makkelijk te misbruiken, te gebruiken voor allerlei minder aangename doeleinden. Dus daarom ben ik voorzichtig met het doen van uitspraken over bepaalde groepen. Of het nou gaat om Nederlanders, over witte mensen, over Joden, over zwart of wie dan ook. Maar omdat dat misschien niet... is juist het vermijden nog gevaarlijker. Waarom? Omdat je ontkent wat er is. Maar denk je echt dat wij... dat goed, je kan zeggen, heel veel schaakkampioenen waren Joods. Heel veel mensen die atletiekwedstrijden hebben gewonnen, kwamen uit Afrika. Maar wat leert ons dat? Welke conclusies? Het gaat om de conclusies die daaruit worden getrokken. Het zal jou misschien niks leren, omdat je humanist bent. Maar wat het iemand zou kunnen leren, ja. Dat is dat je niet een individu bent. Maar dat je al toen je geboren werd... op alle mogelijke manieren bepaald, geïntegreerd was voordat je al begon. Oké, maar dan, ik hou van de vergelijking met een kaartspel. Je speelt blackjack, misschien ken je het spel. Je krijgt kaarten van de dealer. Maar wat je met die kaarten doet, daarmee heb je nog wel enige vrijheid. Je kan die kaarten niet meer veranderen. Dit zijn de kaarten die je hebt gekregen. Ja. Maar hoe je daarmee gaat spelen, daar heb je bewegingsruimte. Ja. Je bent geen determinist, toch? Nee. Dat is een Newtonianisme. Ja. Ja. Maar ik ben dus helemaal niet bang om aan te geven dat mensen op alle mogelijke manieren genetisch verschillen. Dat, ja, ik zie dat. Oké, daar ben ik op zichzelf ook niet bang voor. Nee. Ik wil eigenlijk, dan mag jij nog je laatste. Ik gun jou het laatste woord. Ik wil dat. Om te beginnen zeggen dat ik mij besefte, dat ik natuurlijk ook had kunnen zeggen, ik kan mijzelf ook opofferen. Het leven is, uiteindelijk is het leven een zaak van leven en dood. Ja. Maar ik kan ook zeggen, ik hoef niet zo nodig. Ik offer mij wel voor jou op. Ga je gang. Dat, ja. Ik zal het niet doen, want zo ben ik niet opgevoed. Oh. Ik kan het wel zeggen. Ik wil eindigen met een citaat van jou uit jouw nawoord. Ja. Moeder, want we begonnen eigenlijk te spreken over schaarste. En dan schrijf je, moeder natuur zelf heeft van schaarste helemaal geen last. Voor haar speelt winst of verlies geen rol. Zij is één groot spel, waarin ik in elk geval geen hoofdrol heb. Nee. Ik kan wel proberen om de natuur te verdrijven via mijn mestvork van de objectivering en de beheersing. Maar zij blijft mij van achter en van voren besluipen en bespringen in haar soevereine onverschilligheid. Is dit alles treurig of tragisch? Helemaal niet. Wanneer je afziet van je almachtsfantasieën en je gezeur over het mislukken daarvan. Dat sprak mij zeer aan. Ja, en ik moet zeggen dat dat wat ons bindt, denk ik, vooral ook de betekenis is van een spel wat jij niet speelt. Maar wat... Wat met jou gespeeld wordt. Wat met jou gespeeld wordt en waar je dan wel denkt dat je de kaart in handen hebt, maar... Waar zelfs de bewegingen die je maakt nog gestuurd zijn. Want dus je bent je bijvoorbeeld verslaafd aan blackjack. Je bent bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Ja. Dus, je wil nog iets zeggen? Nee, ik ben... Oh, nee? Ik, je bent nee, klaar? Ik vind het... Je vindt het mooi. Dit een heel mooi einde. Dank je. Dan wil ik jou bedanken. Ja, ik jou ik nog wil meer. Mensen, kijkers thuis bedanken. Ik hoop dat u gezien het gebrek aan haatmail het allemaal boeiend hebt gevonden. En u weet dus, als u straks uw huisdier te slapen legt, u bent niet het baasje van uw huisdier. Het is uw huisje die u manipuleert en eigenlijk uw baasje is. U bent eigenlijk weinig meer dan een wegwerpmachine die sterfelijk is en die leidt of niet leidt gelukkig is met zijn seksloze infantiliteit. En dat geldt natuurlijk ook voor de humanist en de anti-humanist. Dank u wel en tot de volgende keer.